Een heel goedemiddag, welkom. Na een week van geweld blijft het conflict tussen Israël en Hamas verder escaleren. De broer van de vermoorde Sophie Muilen hoopt antwoorden te vinden op het Assize-proces. En na de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie laat nu ook China een ruimtetuig landen op Mars. Ja, ook op dag 6 in het conflict tussen Israël en de Palestijnse radicale beweging Hamas blijft het geweld onverminderd voortduren. Beide kampen hebben elkaar de voorbije nacht opnieuw bestookt en dat kost mensenlevens. 10 leden van een Palestijnse familie kwamen om bij een Israëlisch bombardement. Dat is de dodelijkste aanval sinds het conflict begin deze week opnieuw in alle hevigheid losbarstte. Een Israëlische voltreffer raakte vanochtend een gebouw waar een commandant van Hamas zijn hoofdkwartier zou hebben. Andere bombardementen waren gericht tegen plaatsen waar Hamas raketten had afgevuurd. Maar vanochtend ging het daarbij ook gruwelijk mis. Het gebouw van 3 verdiepingen werd geraakt waar een familie voor het suikerfeest bijeen was. Achtergebleven maaltijden zijn een stil teken van een drama. 8 kinderen en 2 vrouwen kwamen om. Een baby van 6 maanden is de enige overlevende. Het Israëlische leger zegt dat het altijd waarschuwt. Maar dat is hier niet gebeurd, zegt een bewoner. Ook de Palestijnse radicale beweging Hamas blijft Israël bestoken met raketten. Zo'n 200 zouden er de afgelopen uren zijn afgevuurd. De meeste werden onderschept, maar hier en daar richtten Palestijnse raketten wel schade aan, gelukkig zonder slachtoffers te maken. I heard the sound of window splashing, you know, windows falling off the building. A lot of, you know, people screaming. So we went outside to see what's happened. In Israëlische steden was het vannacht iets kalmer dan de voorbije dagen. Al pakte de politie in de stad Lod 15 Arabisch-Israëliërs op voor geweld tegen Joodse Israëliërs. Een onmiddellijk einde aan de gevechten is niet in zicht. Maar de Amerikaanse president Biden heeft intussen wel een gezant gestuurd om te bemiddelen. In Engeland maken wetenschappers zich grote zorgen over de verspreiding van de Indiase variant van het coronavirus. Vooral in regio's in het noordwesten, waar enkele grote steden liggen, zoals Liverpool en Manchester. In Bolton, op een half uur rijden van Manchester, stijgen de besmettingscijfers zeer snel. De ouders in dit speeltuintje in Bolton weten hoe ze de hoge cijfers kunnen verklaren. Een lage vaccinatiegraad gecombineerd met wantrouwen. There's a lot of people out there that don't believe in COVID. There's a lot of ignorant people who are not sticking to the rules, and I think that is simply why in our area it's just getting worse. COVID heeft steden als Manchester en Bolton niet gespaard. De burgemeester van Groot Manchester wijt het onder meer aan sociale wantoestanden. We have a lot of younger people in places like Bolton who are in quite insecure work. So if they become ill, they fear they won't be paid if they have to take time off at work. And this question of self-isolation support has never been dealt with by the government all the way through this pandemic. And it's why some of the less affluent parts of the country often have the highest case rate. In Sefton aan de westkust zet een plaatselijke apotheker restvaccinaties bij twintigers. Hoewel de nationale overheid adviseert om dat niet te doen. I know I've come down definitely a few times to ask if there's any spares. So just definitely the more people can get out, get it, and you know everyone can get out of this mess as quickly as possible. Als niet meer mensen zich laten vaccineren en de Indiase variant aan terrein wint, overweegt de regering in Londen plaatselijke lockdowns. Engeland staat op 2 dagen voor grote versoepelingen. Niemand wil nu dat de Indiase variant roet in het eten gooit. Ja, laten we dan eens kijken in eigen land naar die coronacijfers.
Die blijven hier langzaam maar zeker dalen. Afgelopen week testten er iedere dag 2751 mensen positief op corona. Dat zijn er 7% minder dan een week eerder. Er kwamen per dag gemiddeld 145 covid-patiënten in het ziekenhuis terecht. Dat is een daling van 13%. Er liggen nu 1918 covid-patiënten in het ziekenhuis. 643 van hen ligt op de afdeling intensieve zorg. Het virus blijft dodelijke slachtoffers maken. Elke dag sterven nog 31 mensen aan de gevolgen van een coronabesmetting. Intussen zijn 3.851.216 Belgen minstens gedeeltelijk gevaccineerd. En dat is 41,9% van de volwassen bevolking. Wanneer horecazaken, maar ook sauna's, bioscopen en fitnesscentra straks de deuren weer openen op 9 juni, dan moet de financiële steun van de overheid stoppen. Dat heeft Vlaams minister van Begroting, Matthias Diependaele, gezegd in de ochtend op Radio 1. Al die zaken kregen de voorbije maanden compensaties omdat ze verplicht gesloten waren. Maar zodra ze terug openen, moet die steun ook stoppen. Het kan volgens Diependaele niet de bedoeling zijn om bedrijven in leven te houden die het eigenlijk op eigen houtje niet kunnen redden. Het is niet alleen in het belang van de begroting trouwens. Ik denk dat dat een puur economisch belang is. Het is zeer onverstandig om bedrijven die ziek zijn en die het niet op eigen kracht kunnen, om die met overheidsmiddelen in leven te gaan houden. Dat zou onze economie alleen maar meer pijn doen en de miserie op lange termijn vergroten. Dus van zodra die mogelijkheid er is, bouwen we die steunmaatregelen af. En dan zullen we inderdaad, ja, we gaan zien dat de coronacrisis wel degelijk nog wonden slaat. Het Ter Kamere Bos in Brussel maakt zich alweer op voor een woelige dag. Daar start om 13:30 de Worldwide Demonstration for Freedom. Dat is een manifestatie waarbij mensen al wandelend en zingend betogen tegen de coronamaatregelen. En zoals de naam doet vermoeden, doen ze dat niet alleen in Brussel, maar ook op andere plaatsen in de wereld. Het Laboom Test-event, dat vandaag ook gepland stond in het park, is gisteren dan weer afgelast door de organisatoren zelf. Ja, Gitte van Hooijwegen, jij bent in het Ter Kamere Bos. Ja, die Worldwide Demonstration for Freedom. Die staat daar gepland over een klein half uurtje. Ik zie veel paraplu's. Is daar eigenlijk al veel te zien van mensen? Nee, Fatma, je zegt het een klein half uurtje, maar normaal gezien zouden mensen dan toch al beginnen verzamelen. Maar op een paar kleine groepjes van een tiental mensen na is hier heel weinig volk. En ook, zoals je kan zien, dat centrale plein waar mensen meestal samenkomen, dat is nog helemaal leeg. Het is trouwens de tweede editie van die wereldwijde parade voor de vrijheid. De eerste die ging door, ook hier in Ter Kamere Bos in Brussel, op 20 maart. Daar was toen trouwens toestemming voor gegeven door de Brusselse burgemeester Kloze op voorwaarde dat er maar 100 mensen zouden zijn en dat dat statisch zou zijn. Uiteindelijk waren er meer dan 1000 mensen, werden de afstandsregels niet gerespecteerd en werden er geen mondmaskers gedragen. En toen heeft de politie na een paar uur die betoging ontbonden. Maar dat is al bij al heel erg rustig verlopen. Heel anders dus dan die Laboom 1 en 2 die hier op 1 april en 1 mei plaatsvonden. Ja, daarover gesproken, Gitte, over Laboom 1 en 2. Laboom had voor vandaag ook een test-event aangekondigd. Maar gisteravond heeft de organisatie zelf laten weten, we gaan er niet mee door. Hoe zit dat? Ja, Laboom 3 zou eigenlijk doorgaan over 2 weken, op zaterdag 29 mei. Maar omdat er dus die afgelopen weken testevenementen konden aangevraagd worden, heeft de organisatie dat effectief gedaan voor vandaag dus. Daar is zelfs even een opening voor gelaten door de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden. Maar dat heeft ze ook weer heel snel ingetrokken, dat idee. Dus geen toestemming vandaag. En gisteravond dus de melding van de organisatie dat ze er niet mee doorgaan. Het is natuurlijk al 2 keer geweldig uit de hand gelopen. De vraag is natuurlijk of mensen nu gaan komen of gaan wegblijven. Dat weet je nooit met zoiets. Die oproep is er natuurlijk geweest. Er zijn een aantal parameters die zeggen dat er misschien wel minder volk zal zijn. Zoals je ziet is het intussen aan het regenen. Het is behoorlijk slecht weer. En ja, we hebben ondertussen ook een aantal vrijheden gekregen. Die terrassen zijn weer open. We hebben vooruitzicht op andere vrijheden. Dus voelen mensen nog de behoefte om naar een illegale bijeenkomst te komen om voor de vrijheid op te komen? Dat is de vraag. Het wordt afwachten, Fatma. Ja, en laat ons gerust weten als daar nog iets meer te vertellen valt. Gitte van Hooijwegen, dankjewel. Ik wil wel tonen van, we zijn hier aanwezig en we gaan niet achteruit en we gaan er alles aan doen dat je straf niet ontloopt. Voor mij is dat nu het belangrijkste. Het is ook
En het is ook belangrijk voor de maatschappij, denk ik, dat hij zijn straf niet ontloopt. Ja, de broer van Sophie Muilen hoopt vanaf maandag eindelijk antwoorden te krijgen op de vraag wat er met zijn zus gebeurd is, nu meer dan 4 jaar geleden. Maandag, want dan start in Brugge het assiseproces rond de moord op de jonge vrouw. Een man van 27 zal er terecht staan voor moord, verkrachting en foltering. Zelf blijft hij volhouden dat hij Sophie Muilen niet vermoord heeft. De broer van Sophie hoopt dat hij zijn straf niet ontloopt. Herenderby, Leutemont. Ja, impulsief, goed lachs. Ze zag in iedereen het goeie. De ogen van Stan Muilen lichten even op wanneer hij ons vertelt over zijn zus Sophie. De twee hadden een hele goede band, maar die band werd abrupt doorgeknipt op 22 januari 2017. Ik weet nog heel goed dat ik 's morgens in de auto, of rondmiddag, in de auto stapte. En ik hoorde een nieuwsflash van een jonge vrouw van 27 jaar gevonden. Waar we s'avonds thuis kwamen, belde om en ik in mijn vader van ja, dat meisje die er op het strand lag, dat is verzekerd Sophie. Er is meteen duidelijk dat Sophie op een gewelddadige manier is gestorven. Maar naar een verdachte is het heel lang zoeken. Op camerabeelden is te zien hoe een jonge man met een blauwe jas urenlang rondwaalt op het strand. Maar pas na 5 maanden kan die man ook worden gevat in Roemenië. Op zijn gsm staan filmpjes van de laatste momenten van Sophie. Stan besliste pas vorige week om die beelden van zijn zus te bekijken. Ik heb in eerste instantie die beelden proberen te bekijken. Er was dan de jurybeelden die beelden zou bekijken. Niet mijn achterhoofd dat dat mijn zus is die er ligt. Maar natuurlijk had die beelden nu weer voor mijn ogen komen. Ja, zie ik Sophietje niet. Dat is heel moeilijk. Omdat je weet dat hij ja, mijn zus behandeld heeft. Dat hij haar misbruikt heeft. Dat hij haar achtergelaten heeft. Mensen boos. Op het assiseproces hoopt Stan samen met zijn vader antwoorden te vinden. Maar hij wil vooral de beschuldigde in de ogen kijken. Ik ben er niet bang voor. Hij mag weten dat ik aanwezig ben. Maar ik spreek daar niet in. Is het niet waard? Is het niet waard? In Braschaat is afgelopen nacht een plofkraak gepleegd op een bankautomaat van Bpost. De daders zijn zonder buit moeten vluchten omdat een veiligheidsmechanisme in actie trad, waardoor de ruimte zich vulde met een soort gas. Ze lieten daarbij een explosief achter. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse om het tuig onschadelijk te maken. De appartementen boven de bank werden uit voorzorg even ontruimd. Het parket van Antwerpen is nu een onderzoek gestart naar de dader of daders. Er komt dan toch geen opvangcentrum voor asielzoekers in het gebouw in Bilze dat in 2019 in brand werd gestoken. Er was destijds veel lokaal protest tegen de komst van het centrum. Maar dat er nu andere plannen zijn met het gebouw heeft daar niets mee te maken, zegt staatssecretaris Sami Mehdi. Er zouden gewoon minder asielaanvragen zijn door de coronacrisis en dus minder nood aan plaatsen. We betalen een pak minder met cashgeld. Op 1 jaar tijd 40% minder om precies te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Bankenfederatie Febelfin en de VUB. Cash is al een tijdje op de terugweg, maar die trend is het afgelopen jaar fors versneld door het coronavirus. Ja, er zijn zo nu en dan ook positieve gevolgen van de hele coronacrisis. Landbouwers bijvoorbeeld, die rechtstreeks aan de consument hun producten verkopen, hebben het voorbije jaar door de crisis veel meer klanten gezien dan vroeger. Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir, wil die zogenaamde korte keten nu verder promoten. De koeien lopen een toprestaurant binnen. Vers mals gras in een frisse wei. De koeien zijn van verschillende rassen. Sterke Simmentaler koeien uit de Alpen en kleinere Jersey koeien. Die de landbouwer zelf voor hun bijzondere kwaliteiten heeft uitgekozen. Ze zijn ook heel efficiënt met voeren. Dus ze hebben veel minder onderhoudsvoer nodig. Zo'n klein dingetje eet minder om het warm te krijgen, zeg maar. Maar geeft daarbij wel hele goede melk.
Maar u voert een beetje een eenzame strijd soms tegen de grote organisaties in? Nee, ik voer mijn eigen strijd, ik voer mijn eigen bedrijf. Ik wil gewoon mijn eigen kwaliteit melk maken. En kijk, daar komen mensen voor. Mensen komen voor kwaliteit en niet voor water. Door zijn eigen weg te kiezen, weg van de industriële landbouw, met bioproducten en eigen verkoop rechtstreeks aan de klant, heeft hij zelf controle over kwaliteit en prijs en krijgt hij veel voldoening en erkenning van zijn tevreden consument. We wonen ook wel echt vlakbij, dus het is niet alleen korte keten, het is ook gewoon echt kort bij huis. En dat je dan weet dat dat hier wordt geteeld of bij zijn collega's in de buurt. Dat vind je wel belangrijk? Dat vind ik wel belangrijk, ja. Zoal Demir kwam hier als kind aan de hand van haar vader rauwe melk kopen. Nu toont ze als minister van Omgeving haar eigen dochter wat volgens haar de toekomst van de landbouw in Vlaanderen moet zijn. We hebben de laatste jaren een grote evolutie gezien en een grote toename van de industriële megastallen. Maar de oneindige groei van die veestapel, ja, ik denk dat iedereen die een klein beetje verstand heeft, weet wel dat we de transitie gaan moeten maken naar een duurzame landbouw, kleinschalige familiebedrijven. Johan heeft het ook ooit groot gezien, maar nu raadt hij jonge boeren ook aan het pad van de duurzame landbouw te kiezen. En dat is, dat mag ik eerlijk zeggen, dat is mijn beste keuze die ik ooit gemaakt heb in mijn leven. Straks zoeken we het ver van huis. Echt ver op Mars namelijk. Afgelopen nacht is China daar voor het eerst succesvol geland met een robotjeep. Maar nu dichter bij huis. Hey. Dag Aster. Ja, er is een zware bergetappe hè, bij de Giro. Ja, morgen is er een zware bergetappe. Maar het belooft een mooi weekend te worden. Fatma, dat zeker met de aankomst trouwens morgen op steile, onverharde wegen. Maar onderschat ook zeker vandaag niet. En dus wrijven de klassementsmannen zich in de handen. Er vallen gaten te slaan om in het wielerjargon te blijven. Het peloton gaat in 170 kilometer van Foggia naar Guardia San Framondi. De Bocca della Selva is ongetwijfeld de blikvanger. Een stevige beer van 19 kilometer lang. En ook de finale gaat bergop. Volgens de meesten in het peloton zit de kans er dik in dat er wat vluchters om de zegen zullen mogen strijden. Maar een achterhoede gevecht tussen Evenepoel en Co, ja, dat kan ook zeker. Ik verwacht en denk, maar het kan altijd mis zijn, dat het een vluchtdag wordt weer meer. Maar ja, het moet altijd gekoerst worden. Hè. En je weet ook nooit, pech, platte band voor de 3-kilometer-regel, dan is er altijd wel iets van, ja, van veranderingen. Maar als alles normaal verloopt, zal het morgen wel veranderen, denk ik. En onze man in de Giro is nog altijd Renaat Schotten. Renaat, hij was er al eens dichtbij deze week, Remco Evenepoel. Zou vandaag de dag kunnen zijn dat hij de roze trui pakt? Dat kan, in theorie, en dat kan ook in de realiteit. Want de etappe is hier in Foggia daarnet een half uurtje geleden vertrokken. En er was al meteen waaieralarm in het peloton. En de roze trui zat in de problemen. Maar ook Remco Evenepoel. Dus ja, op die manier gaat het niet lukken natuurlijk. Maar beide zijn intussen teruggekeerd. En volgens de laatste berichten is de toestand, is de rust teruggekeerd in het peloton. De wind zou niet goed staan om die waaiers te laten doorgaan. Morgen, dat is de grote klassementsdag van dit weekend. Dan gaan we finishen op Campo Felice. En dan is de vraag wie de gelukkigste zal zijn. Morgen valt er vandaag. Ik denk niet dat hij in de problemen zal komen. Deze etappe kan hij zeker overleven. Maar morgen, als de klassementsmannen vol aan de bak gaan, dan is hij een vogel voor de kat. Ja, dus kijken we al uit naar morgen. Maar toch nog even over vandaag. Renaat Temelier die zorgde eerder al voor Belgische ritwinst. Kan er vandaag opnieuw een landgenoot winnen? Zeker. En dan is het hoofdzaak om in de ontsnapping mee te glippen. En dan denken we in eerste instantie aan jongens als Gianni Vermeers. Zesde in de derde etappe in Canale. In diezelfde rit werd Quinten Hermans ook twaalfde. Dat zijn twee jongens die absoluut de karakteristieken hebben om straks op die slotklim hier in de rit vandaag te kunnen uitpakken. Maar dan moeten ze eerst mee zijn met die ontsnapping die vandaag algemeen verwacht wordt. En ook een Thomas de Gent zou dat kunnen, al heeft hij wat last van de knie. Dan is Harm van Hoeken ook een alternatief bij Lotto Soudal. Je hoort het, Aster. Ja. Het is zo'n zaak van mee te zijn in die ontsnapping. En dan heeft die Belg van de dag heel veel kans. Kanshebbers genoeg. Dank je wel, Renate Schotten.
Het mountainbike heeft Mathieu van der Poel gisteravond de short track gewonnen in het Tsjechische Nové Mesto. Van der Poel haalde het in een spannende sprint voor de Brit Tom Pidcock. Het was het eerste duel tussen deze twee in het mountainbiken. Pidcock leek te gaan winnen, maar de Nederlander plakte aan zijn wiel en ging er op het einde nog over. Dat zien we beter in de herhaling. 1 Van der Poel, 2 Pidcock. Jelle Geens is tweede geworden in de triathlon van het Japanse Yokohama. Dat is een voorbereidingswedstrijd op de Olympische Spelen waar alle wereldtoppers aanwezig waren. Na een slechte zwembeurt geraakt Geens toch vooraan bij de Noor Bloemenveld. Die gebaart dat hij niet meer kan overnemen, maar wint dan wel de sprint. Uiteindelijke winnaar was een goed toneeltje aan het spelen in mijn voeten. Op het einde had hij nog meer over dan mij. Ik had die versnelling niet meer recht. Het was wel redelijk slopende race in de hitte, wat ik eigenlijk nog niet gewoon ben. In Girona is het nog niet zo warm geweest, dus het was een redelijk slopende race. Nu weet ik het natuurlijk voor de volgende race, dat ik een stukje toneel kan spelen en de volgende keer zal het niet meer waar zijn. Sport is een uitvergroting van het leven, helaas voor Jelle. Maandag start in Budapest het EK zwemmen, de laatste grote test voor de Olympische Spelen. En een laatste grote kans voor enkele Belgische zwemmers om zich te plaatsen voor de Spelen. Er zit dus wel wat druk op voor velen. Behalve voor Louis Kroene, die zijn schaapjes al op het droge heeft. Het Europees kampioenschap in Budapest is ontzettend belangrijk voor de Belgen. Enerzijds voor mooie resultaten, maar vooral omdat dit de kans is om alsnog naar de Spelen te gaan. Want voorlopig telt ons land slechts twee Olympische zwemmers, Louis Kroene en Fanny Lecluze. Voor alle andere zwemmers is dit toch wel de laatste kans om zich ofwel individueel ofwel via aflossingen te plaatsen. Dus dat is inderdaad wel een toppiek voor dit seizoen. Wij hebben als streven bij de Vlaamse Zwemfederatie in het beleidsplan gezet dat we tussen de 4 en 6 individuele zwemmers op iedere Olympiade proberen te halen. Op dit moment staan wij op 2. Dat komt natuurlijk ook wel een beetje door de echt wel rare periode die we achter ons hebben. Valt er links of rechts nog een wildcard uit de bus, wat ook nog mogelijk is. Ja, dan zitten we hier wel met 4 of 5 individuele zwemmers en 2 aflossingen. En dan denk ik dat we het heel goed gedaan hebben. Geen Olympische druk voor Louis Kroene dus. Voor hem is dit EK een gelegenheid om vertrouwen te tanken met een toptijd. We moeten richting Tokio echt nog een stap maken. En dan zou ik inderdaad graag die 1,55 zien. Dat zou echt een heel mooie stap zijn. En dan denk ik dat we in Tokio echt iets moois kunnen laten zien. Maar dit is voor mij inderdaad een soort van... Ja, tussendoel is misschien een te hard woord. Het is nog altijd een EK, dus je wil hier wel goed presteren. Voilà, en Louis Kroene die is er dus al bij op de Spelen, net als Fanny Lecluze. Maar dat zijn de enige twee zwemmers die zich al wisten te plaatsen van. Oké, dankjewel Aster voor al dat sportnieuws. En wij eindigen met nieuws uit de ruimte, zoals beloofd. De Chinezen die hebben naar eigen zeggen voor het eerst met succes een robotjeep laten landen op Mars. Daarmee is China het derde land dat een ruimtetuig op de rode planeet kreeg. De robot zal er minstens 3 maanden op zoek gaan naar sporen van water en leven. Het was de Chinese staatstelevisie die het nieuws bekend maakte. Beelden van op Mars zelf zijn er niet alleen deze animaties. Maar de vreugde was groot toen afgelopen nacht om 2:15 Belgische tijd de capsule met daarin Marswagentje Zhurong contact maakte met het oppervlak van de planeet. China is na de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten het derde land dat erin geslaagd is om een ruimtetuig op Mars te laten landen. 3 maanden geleden reed deze Amerikaanse rover Perseverance nog over de planeet. Maar voorlopig kunnen ze het op Mars nog doen zonder verkeerslichten. Als het Chinese wagentje ook effectief zal rondrijden de komende dagen, dan zal China pas het tweede land worden met een eigen Mars-jeep. Deze jeep zal in een krater van meer dan 3000 kilometer breed op zoek gaan naar sporen van leven. De missie is interessant voor de wetenschap, maar het betekent ook veel prestige voor China. En van Mars weer naar de aarde, want wij zijn aan het einde van dit journaal. We begonnen met het conflict tussen Israël en Hamas. Intussen zitten we aan dag 6 van het geweld. En dat geweld blijft helaas verder escaleren. Wij volgen het allemaal op de voet op voor u in onze journaals. En u kan natuurlijk ook terecht op vrtnieuws.be of op onze app. Tot vanavond. ولا في تحذير ولا في اي اشاره ولا في عندنا ناس مطلوبه
ولا في عنا ناس في من وراها مشاكل. I heard the sound of window splashing, you know, windows falling off the building. A lot of, you know, people screaming.